Welkom bij een nieuwe aflevering van Villa Vierdaagse. Op 5 dagen voor de Vierdaagse ga ik in gesprek met zeer interessante en belangrijke mensen die al geruime tijd verbonden zijn aan diezelfde Vierdaagse. Belangrijk? Ja, vooral omdat er geen Vierdaagse mogelijk is zonder parcoursbouwers, zonder blarenprikkers, zonder militairen, maar helemaal niet zonder de wandelaars. Vandaag praat ik met stafadjudant Dirk de Vries. Hij is al jarenlang verantwoordelijk voor alle militaire ceremonies tijdens de Vierdaagse. Stafadjudant Dirk de Vries. Dat klopt. Wat is een stafadjudant eigenlijk? Een stafadjudant is de adjudant naast de commandant van een eenheid. En in dit geval is de eenheid de centrale verzorging militairen. En dat is het militair organiserende deel wat zorgt voor Kamp Heumezoord en de rustplaatsen. Ja. En staf, je hebt gewoon adjudanten? Ja. Maar een stafadjudant is toch iets speciaals omdat die bij de staf hoort, zeg maar. Ja, en specifiek de rol vervult naast de commandant. De commandant. Ja. Dat is het, ja. En de functie bij Heumezoord, wat is dat voor een? Ja. Is dat dezelfde? U staat de commandant bij? Ja, ik sta de commandant bij. Ja. Ik ben daar waar die mij nodig heeft, zijn linkerhand of zijn rechterhand. Ja. En ik heb natuurlijk een aantal specifieke werkterreinen waar ik dan mijn normale werk aandacht op heb. Ja, precies. Ja. Ja. En op Heumezoord bent u verantwoordelijk voor een aantal dingen, daar hebben we straks over. Uitstekend. U houdt krampachtig een staf vast. Ik zeg maar staf, maar dat is het niet, hè? Nee, het is een stok. Een stok. Deze stok, dat is een functiestok. Ja. Die dragen wij bij het ceremonieel onder de linkerarm. Ja. Speciaal voor Heumezoord hebben we een uitvoering met het beeldmerk van Heumezoord, namelijk de helm. Met de 2 laarzen. Ja, dat klopt. Bij de ingang staat die, hè? Die staat daar in het groot. En in het klein vind je hem terug op mijn stok. Ja, en bovenaan de medaille van de Vierdaagse. Ja, bovenop. Ik zal dat even laten zien aan de camera. Ja. Het Vierdaagse kruis als beeldmerk waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Ja, maar normaal heeft een adjudant altijd een staf bij zich? Een stok bij zich? Nee, niet. Dat hoort echt bij die stafadjudanten. Van Heumezoord? In dit geval van Heumezoord. Ja. Maar er zijn ook andere stokken, zeg maar. Stokken, ja. Functiestokken. Waar worden die voor gebruikt? Nou ja, eigenlijk hetzelfde als ik. Je staat ermee onder je arm. Het laat zien wat voor functie of je hebt. Ja. Maar voor de rest heeft die stok geen enkele functie. Nee. En dat is wel grappig. Hier voor ons op tafel ligt een cadeau van een Engelse RSM. Hebben we op deze houten, de houten stok. Ja. De Regimental Sergeant Major. En in tegenstelling tot mijn stok heeft deze functie, deze stok wel een functie. Ja. Want dit is namelijk een verborgen passer waarmee je afstanden kunt uitmeten, waarmee mensen kunnen worden opgesteld, paslengtes kunnen worden gemeten. Want je kunt hem uit elkaar klappen, hè? Je kunt hem uit elkaar klappen, ja. En dan kun je daarmee de afstanden die het gelid moet hebben. Tussen de geleden en de rotten kun je daarmee afmeten. Ja. Ja. En wij geven elkaar wel eens cadeautjes op Heumezoord. En dit is dit was het cadeau van John Cavanaugh, een van de vorige Engelse RSM's. Ja, klopt, ja. Nou, zie ik ook nog wat anders liggen. We hebben het nou toch over de tafel. U heeft hier een baret. Nee, geen baret. Een muts. Ja. Maar die is van de gele rijders. Ja. Ja, wat heeft dat te maken met Heumezoord? Niets. Niks? Nee, okay. dat is puur toeval. Ik leg deze stok er even bij. Dan zijn we die kwijt. Ik ben van indeling qua onderdeel ben ik gele rijder. Oftewel het korps rijdende artillerie. Ja. Heel lang gevestigd geweest in Arnhem. Eerst op de Willemskazerne, na de Tweede Wereldoorlog ooit op de Oranjekazerne, daarna op de Saxe-Weimarkazerne en sinds 1999 gehuisvest in het Harde, op de Noordveluwe. Het Harde? Het Harde, ja. We hebben daar alle artillerie, dus alle grote kanonnen bij elkaar gebracht. En dat maakt het makkelijk. We hebben daar ook een schietterrein en daar werk ik. Ja. Dat is wat u normaal doet in de andere 51 weken. Ja, precies. Per jaar. Ja. Ja. Ja, 50.
Ik werk 2 weken per jaar voltijd aan de Vierdaagse. Ja, toch wel. Ja. En begint u al een paar dagen van tevoren? Ja, ik begin een week van tevoren op Heumensoord. De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat ik het hele jaar eigenlijk met de Vierdaagse bezig ben. Nee, dat klopt ook wel, ja. Maar ik zeg altijd tegen mijn normale baas, dat kost een halve dag in de maand. Klopt ongeveer. Ja. Maar wat zijn dan die voorbereidingen die u doet? Ja, kijk, wij beginnen ons jaar eigenlijk met het evalueren van het afgelopen jaar. Dus dat begint in september. Dan zitten we bij elkaar met onze eigen mensen. Dan praten we over, ja, wat is er dit jaar goed gegaan. Maar vooral ook over wat kunnen we nog beter doen. Ja. En dat gaan we dan vanaf september, gaan we dat proberen voor het jaar erop te implementeren. Nou, ik weet dat een keer problemen waren de bestrating, dat die slecht was vanwege de regenval. Ja, en dat is nu allemaal opgelost? Nee, dat is niet helemaal opgelost. Nee. Kijk, Heumensoord is een militair kamp in het bos. Ja. Er loopt één verharde weg naartoe. Ja, ja. En als het regent in het bos, dan heb je modder. Ja. Daar kun je niet zo heel veel aan doen. Nee. We brengen daar nog wel voor een deel verharding in aan. Een aantal wegen worden door onszelf met militaire middelen worden verhard. Dus daar komen van die metalen platen op. Waardoor ze iets minder modderig worden. Ja. Maar goed, iedereen hoopt natuurlijk op een goede uitvoering. Ja. Met mooi weer. Ja. Niet te mooi, maar mooi. En dan hebben we dat minder hard nodig. Ja, en heb je ook van doen met de Vierdaagse zelf, met het lopen? De mensen gaan weg 's morgens, de bataljons of wat zijn het? Ja, detachementen. Detachementen. Ja. En doen ze dan nog, want u doet ook allerlei zaken met ceremonieën en zo. Ja. Moeten ze dan iets doen? Moeten ze het goed brengen? Hoe gaat dat? Die militairen die marcheren af op mijn commando. Dat is één van mijn taken. Alle militairen? Alle militairen, ja. Oké. Okay. Dus wij delen de ochtend in een viertal startblokken van een half uur. Ja. En binnen die startblokken geven we landen, detachementen, een plaats. We zorgen ervoor dat mensen door de week heen altijd een keer in één van de vier startblokken zitten. Okay. Zodat ze een keer een relatief vroege start en een keer een relatief late start hebben. Ja. En voor de rest laten we de mensen gewoon lekker wandelen. Maar het blijven militairen. En van militairen verwachten we op momenten dat ze zich als militair gedragen. En dat doen we onder andere bij de start. De start is georganiseerd als een defilé. Militairen defileren voor de commandanten langs die daar een inspectie houden. En ik stuur eigenlijk die afmars aan. Dus ik sta tegenover de commandanten, geef de eenheden aan, je kunt nu starten, zij marcheren weg. En afhankelijk van het land meld ik bij de commandant, die inspecteert af of een militair uit het betreffende land. Ja, en die commandanten gaan vervolgens naar de Elfst, naar de plaatsen toe. Ja, die gaan naar de rust. Die gaan af te nemen, over het algemeen naar één van de burgemeesterspodia. Ja, ja. En nemen daar nog een keer het defilé af. Ze gaan vaak naar de rustplaatsen. Om met name natuurlijk ook interactie te hebben met hun wandelende militairen. En dan zorgen we dat ze in de loop van de middag weer terug zijn op Heumensoord. Ja. Zodat ze ook het ceremonieel in de feesttent bij het binnenkomen van de militairen nog een keer van dichtbij kunnen. U gaat niet mee met de commandant? Nee. Niet naar de plaatsen toe? U gaat dan gewoon even relaxen? Want het ook een beetje relaxen. Maar kijk, het eerste wat wij doen na de start is weer even met de staf bij elkaar gaan zitten. We kijken even 24 uur vooruit. Wat staat er de komende 24 uur te wachten? Hebben we nog bijzonderheden? Ja. Loopt onze operatie zoals die moet lopen? Of moeten we nog bijsturen? Want wat je moet voorkomen is dat er ergens in die organisatie van de Vierdaagse een kinkje in de kabel komt. Ja. Wij zijn en voelen ons verantwoordelijk voor 6000 militaire wandelaars. En die 6000 militaire wandelaars, daar moet bijna alles aan gedaan worden om hun een goede Vierdaagse beleving te garanderen. En in ieder geval te zorgen dat er niks hun dwars zit in het succesvol halen van hun medaille. Ja, ja. Maar het is wel belangrijk dat ze het allemaal halen natuurlijk. Het wordt een beetje kwalijk genomen als je het niet doet. Het zou mooi zijn als ze het allemaal halen. De praktijk is dat ze het nooit allemaal halen. Nee, er gebeurt altijd wel wat. Ja, kijk, je ziet dat training en moeite die je er van tevoren insteekt, dat betaalt zich uit. Je ziet tussen landen onderlinge verschillen in hoe mensen zich voorbereiden. Ik zal u een voorbeeld geven. De Canadezen bijvoorbeeld bereiden zich voor door al vroeg in het jaar te beginnen met marsgroepen formeren. En dan praten we over een 500 militairen
Die beginnen eigenlijk met voorbereiden voor de Vierdaagse. In januari al? Ja, misschien al wel eerder. Okay. Maar de Canadezen krijgen van hun eigen defensie één vliegtuig. Dus het aantal Canadezen wat kan deelnemen aan de Vierdaagse is beperkt tot, ik meen, 197. Want meer passen er niet in het vliegtuig. Dus er vallen er in de selectie 300 af. Zo. Dus degenen die overblijven, die blijven ook over. Maar dat zijn de sterkste, de beste. Ja, en de Canadezen kennen daarhalve ook heel weinig uitval. Ja. Door die selectie. Ja, door die selectie. Maar die selectie is gebaseerd op training, op voorbereiding. Ja, en in Nederland is het anders. Ja, in Nederland... Je meldt je aan, of niet? Ja, je meldt je aan. Je hebt een zekere vorm van verplichting om te trainen, om je voor te bereiden. Maar ik vraag me bij sommige van mijn collega's wel eens af hoe goed ze zich voorbereiden. Kijk, als je op dag 3 uitvalt of dag 4 uitvalt, zul je mij niet horen. Nee. Maar als je op dag 1 uitvalt, omdat je blaren hebt of pijn in je voeten of ouwe in je knieën, ja, dan kun je ten eerste afvragen of je wel enigszins voorbereid bent op de Vierdaagse. Het antwoord is nee. Dat verdient een douw, zeggen we dan. Dat zou wellicht een douw kunnen verdienen. Ja. Maar daar heb je een commandant voor, dan ben ik niet. Nee. Maar u maakt het wel mee natuurlijk. Ja, natuurlijk maak ik het mee. Kijk, en wat daarin storend is dat wij minder plekken hebben dan vraag. Ja. Dus er zijn mensen die schrijven in, bereiden zich niet goed voor, vallen op dag 1 uit, maar houden daarmee een plaats bezet voor iemand die misschien wel goed getraind had. En dat vind ik pijnlijk. En die mensen ondergaan ook een selectie, of niet? Nee. Dus je moet wel toestemming vragen aan de commandant? Vraag toestemming aan de commandant. De commandant ziet toe op het trainingsschema, zoals een commandant als werkgever in Nederland overal voor verantwoordelijk is. Ja. Maar niet overal tot in detail natuurlijk mee bezig kan zijn. Dat gaat gewoon niet. Meelopen of kijken of er genoeg oefenen. Kijk, en domme pech in het uitvallen bestaat ook, hè? Ja. Je wandelt en je trapt iemand half op zijn voet of je verzwikt je enkel op een stoeprandje. Ja, dat kan wat. Dat soort dingen gebeuren gewoon. Ja. Hoe triest ook. Zelfs op dag 4. Kijk, een flink dorp van 45.000 inwoners gebeuren ook allerlei dingen. Dus waarom niet in zo'n legioen van 45.000? Ja, nee, dat is dat. We hebben alle problemen die een dorp ook heeft. Dan zie ik dat u al een keer gelopen heeft, want u heeft daar het medaillekruisje. Ja. Dat zien we hier wat groter. Ja. Maar ik zie ook iets met een Deense kleurtjes, rood en wit. Ja. Wat is dat? Ja. Zoals ik al een keer eerder heb gezegd, ik doe dit al een tijdje. Hè. Ik ben sinds 2002 betrokken bij de militaire kant van de organisatie. Ja. En blijkbaar is dat bij de Denen ooit opgevallen als onderscheidend anders dan anderen. Onderscheidend vermogen. Dat is hun onderscheidend vermogen. Ja. Maar de Denen hebben mij een aantal jaren geleden verrast door mij een Deense onderscheiding toe te kennen, die ik met trots op mijn uniform draag. Ja. En dat is natuurlijk een hartstikke mooi blijk van waardering van een buitenlandse mogendheid die bij ons jaarlijks te gast is. Ja. Nou zie ik, dit is geen bouillon hè, wat ik zie. Hè? Nee. Wat is het dan? We hebben het al over die pluim, hè, deze pluim. Noemen wij een torsade. Een torsade. En dat is van oudsher een onderscheidingsteken van rang. Ja. En die werden bij het groot gala-uniform als kwasten op het uniform, op de schouder gedragen. En dat heeft zijn plaats gevonden in de kwartiermuts die wij dragen bij het Korps Rijn en Artillerie. Dus daar kun je nu nog grofmazig het onderscheid aan zien tussen hogere officieren, lagere officieren en adjudanten of manschappen. Want dat is dan wel een bouillon, als het officieren zijn. Bij officieren boven de rang van kapitein is het een bouillon. Ja. En bij onderofficieren en manschappen onder de rang van adjudant is het een katoenen kwast. Hartstikke mooi. Men zegt wel eens van adjudant een stip. Ik snap ook waarom. Vindt u dat een scheldwoord? Of? Nee hoor. Nee. Nee? Nee. Wordt u zo ook genoemd nog wel? Een heel enkele keer. Ja, door de ouderen waarschijnlijk? Nee, dat is... Ik heb het idee dat meer de traditie is binnen eenheden. Ja. Dat binnen sommige eenheden mensen adjudanten een stip noemen. Vanwege uiteraard de stip op de schouder. En bij andere eenheden is dat gewoon geen gemeengoed. Ja, oké. Okay. Ik vind het ontzettend fijn dat net voor u afzwaaien volgend jaar, dat u dit jaar bij ons te gast zou zijn. Nou, heel graag. Dank u wel. Met alle soorten van genoegen. Dank u wel. Graag gedaan. En morgen hebben we natuurlijk weer een andere gast. En dat is, ik moet even spieken, dat is Dick Koopman. En Dick Koopman loopt mee voor de 70ste keer. Hij komt uit Alkmaar en Dick die hoopt zijn 70 vol te houden.
Want dan krijgt hij een hele speciale massief gouden kruis van de organisatie. Graag tot morgen, graag tot ziens. RMC.